Gaat gang. 45.000 doden in Europa en de Verenigde Staten als gevolg van de bijwerkingen van de vaccinaties. 3,1 miljoen mensen met zware blijvende lichamelijke letselschade. Het zijn de treurige slachtoffers van een web van leugens dat wereldwijd om de vrije mens wordt gespannen, zoals Nabokov dat om vlinders probeerde te spannen. Een aaneenschakeling van onwaarheden over de mortaliteit van corona, die vergelijkbaar is met die van de griep. Over het zogenaamd werken van lockdowns, wat niet zo is. Over het zogenaamd werken van vaccins, wat niet zo is. Over het zogenaamd niet bestaan, nauwelijks bestaan van bijwerkingen van deze giftige gentherapie die ze aan iedereen willen opleggen. En waarom dit gebeurt? Waarom schoolmeestertje Hugo de Jonge blijft wegkijken als ik feit na feit hier in deze zaal vertel? Waarom Mark Rutte maar een beetje loopt te glimlachen? We weten het niet. Meneer Baudet, ik had gevraagd aan u of u niet onze bewindspersonen... Het is de minister-president, het is de minister van Volksgezondheid. En u had ook aan Hugo de Jonge gevraagd om te luisteren als volksvertegenwoordigers hier spreken. En dat gebeurt niet. Gaat u hem ook tot de orde roepen? Dat is een vraag aan mij. Volgens mij heb ik dat in het debat ook gedaan. Wordt het niet tijd om dat weer te doen? Wat vindt u? Misschien wel, hè? U gaat verder met uw verhaal. We weten niet hoeveel zij weten. We weten niet of zij slechts loopjongens zijn van Big Tech, Big Pharma en de ambitie om mondiaal een soort totalitaire controlestaat te vestigen. We weten het niet. We weten wel dat wij kunnen blijven vragen om de primaire ziekenhuisdata, om alle data, om dit web van leugens te ontmaskeren. En daarom heb ik een drietal moties. De Kamer gehoord de beraadslaging overwegende dat primaire cijfers zo belangrijk zijn, opdat de Kamer haar controlerende taak goed ten uitvoer kan brengen en zo de macht kan controleren, verzoekt de regering om deze cijfers indien nodig samen te voegen om een zo laag mogelijk aggregatieniveau, zodat niet uit de datasets af te leiden is wat de vaccinatiestatus van één individuele patiënt is en de privacy dus niet in het geding komt, verzoekt de regering om waar mogelijk de data op individueel ziekenhuisniveau aan te bieden, opdat Kamerleden de data kunnen verifiëren. Motie 2. De Kamer verzoekt de regering om de primaire ziekenhuisdata per ziekenhuis vertrouwelijk met de Kamerleden te delen. Motie 3 verzoekt de regering de totaal aantal COVID-patiënten in ziekenhuizen, specifiek op IC's, bij elkaar opgeteld voor heel Nederland, uitgesplitst in gevaccineerd, niet gevaccineerd of vaccinatiestatus onbekend, op basis van alle ziekenhuisregistraties te delen met de Kamer en gaat over tot de orde van de dag onder excuses voor het door mijn tijd heen gaan. Dank u wel. Dank u wel. Motie nummer 17, die ziekenhuiscijfers, die ontraad ik onder verwijzing naar dit debat, maar ook dat debat van vorige week. Dat geldt ook voor motie nummer 18 en dat geldt ook voor motie nummer 19. Dan motie nummer 20. Ja, voordat u verder gaat, de heer Baudet, Forum voor Democratie. Ik hoor de minister zeggen, ik ontraad het onder verwijzing naar dit debat. Maar waar verwijst hij dan precies naar? Nou kijk, we hebben het natuurlijk gehad over de ziekenhuiscijfers. We hebben het gehad over de vaccineffectiviteit. En wat dat betekent voor de verhouding gevaccineerd-ongevaccineerd in de ziekenhuizen. De cijfers ten aanzien van de vaccineffectiviteit, daar wordt over gerapporteerd door het RIVM. Door ziekenhuizen aan het RIVM, door het RIVM aan ons op een geaggregeerde manier. Dat heeft heel veel voordelen, namelijk dat vertekening komt te vervallen. Dat heeft ook het voordeel dat daar een wetenschappelijke validatie door het RIVM op wordt gedaan. En wat dit vraagt is cijfers per ziekenhuis te gaan verstrekken en zo. En dat heeft heel veel nadelen, namelijk dat is de statistische vertekening die je niet wilt. Maar dat heeft ook als nadeel allerlei privacy issues, daar heeft de heer Omtzigt terecht op gewezen. En het heeft ook als nadeel dat als we dat nu zeggen, dan zeggen we eigenlijk iets heel geks tegen het RIVM. Dan zeggen we eigenlijk die cijfers die wij van jullie krijgen, daar geloven we eigenlijk niet in. Dus wij willen zelf graag die sommetjes maken in de optelsom van verschillende ziekenhuizen. Nou, om die drie redenen, heb ik ook vorige week gezegd en zeg ik ook nu, wil ik dat niet. Dus daarom ontraad ik alle drie deze moties. Nee, maar, heer Baudet, tot slot. Ja, nou, kijk, even afpellen. Punt 3, we zeggen dan tegen het RIVM, we vertrouwen jullie niet. Nou, het RIVM is een overheidsorgaan en de Kamer heeft tot taak de overheid te controleren. Dus de Kamer vraagt om de ruwe data op basis waarvan een overheidsinstantie met berichten komt. Dat is dus volstrekt logisch. Dat is de taak van de Tweede Kamer. Dus als de minister van Volksgezondheid zegt, ja, dat is wel heel raar, dan krijg je een cultuur van wantrouwen. Ja, hallo, dat is het principe van de democratie. Dan het tweede punt, de anonimiteit. Die hebben we dus gewaarborgd in deze motie. We hebben gezegd, nou, je kunt het anonimiseren, je kunt het vertrouwelijk aan ons laten zien. Je kunt het ook bij een accountant neerleggen, dan krijgen wij alleen de data. Maar we willen een externe partij daarnaar laten kijken. En het eerste punt, je krijgt een statistische vertekening. Ja, dat slaat helemaal nergens op. Er is helemaal geen sprake van een statistiekberekening of wat dan ook. Dit gaat gewoon puur om het sommetje. Er zijn zoveel ziekenhuizen, er liggen zoveel coronapatiënten. Hoeveel daarvan zijn gevaccineerd, hoeveel niet, hoeveel weten we het niet van? Dat is een eenvoudig serie data. Daar hoeft helemaal geen berekening aan gemaakt te worden. En er is dus geen enkel argument dat stand houdt waarom de regering dit zou moeten ontraden. En met de regering natuurlijk alle kartelpartijen die daar braaf naar zullen luisteren. Nou, de minister. Ja, ik hou toch echt staande, voorzitter, dat je natuurlijk wel een statistische vertekening krijgt. We hebben vorige week, ik denk wel een uur lang staan debatteren over de cijfers uit Maastricht. En wat daar dus gebeurde was, nou precies wat ik dus niet wil, namelijk een statistische vertekening van een foto in plaats van de film over de hele maand, maar een foto van een week. Een vertekening ook van een afdeling waar toevalligerwijs veel mensen liggen met een heel zwak immuunsysteem en daarmee dus een hoger percentage gevaccineerden. Waarbij met name uit de hoek van Forum, pars pro toto, werd gezegd, oh maar dat betekent dus dat de cijfers van het RIVM niet kloppen. Nee, als je één afdeling in één week vergelijkt met de cijfers over het hele land, dan kun je inderdaad een statistische vertekening krijgen. Dat is wat ik heb gezegd. Dat is één, twee, voorzitter. Ten aanzien van de privacy, dat probleem is natuurlijk niet zomaar oplosbaar. Want met een kleine afdeling met 3 patiënten, met een rapportage over een bepaalde week, weet je precies welke 3 patiënten daar hebben gelegen. Dus als u dan de rapportage krijgt of mensen wel of niet gevaccineerd zijn, dan kunt u ook gewoon uittekenen wie er naar binnen is gelopen, wel of niet gevaccineerd. Dat wil ik niet. Dat is niet goed. Dat is niet passend ook bij de situatie die wij hebben in de volksgezondheid. Dan drie, vertrouwen. Natuurlijk is het wel zo dat zo'n motie moet worden gelezen als een motie van wantrouwen in de richting van de wetenschappers van het RIVM. Als wij hen vragen een geconsolideerd beeld te schetsen, een wetenschappelijk verantwoord geconsolideerd beeld te schetsen van de situatie in de ziekenhuizen. En u zegt, ja, maar dat vertrouw ik niet, daar wil ik zelf mijn excelletjes van maken, want ik ben daar veel beter in. Dan is dat een hele rare manier van omgaan met een onafhankelijk wetenschappelijk instituut als het RIVM is. Ja, u bent het niet met elkaar eens en we hebben er vorige week ook over gedebatteerd. Motie 20.